Voorjaarskriebels? Denk aan Houthandel het Anker. Voor alle tuinideeën met hout. Hout, hout, hout. Houthandel het Anker. Op industrieterrein De Hoge Kamp in Ulft. En via onze webshop hetanker.tv. Het is toch wel een bijzonder jaar, want we hebben een lentemond achter de rug die net en te koud was voor eigenlijk de lente. En daarna werd het langzaam beter en gisteren hadden we weer een dagrecord. 17 juni is het nog nooit zo warm geweest sinds de metingen zijn begonnen in de Achterhoek. Want toen werd het maar liefst 34 graden. En ook broeierig, want dat hebben we vandaag ook gemerkt. Er vielen wat buien, maar die vielen toch wel meer westelijk van de Achterhoek. En daar hadden we overdag ook geen last van. Maar de bewolking die erbij hoorde en ook het vocht en de temperatuur die nog opliep naar 30 graden. Die combinatie maakte dat het toch wel wat broeierig warm was. Vanavond en ook komende nacht, dan bleef het hoog met de temperatuur. Uiteindelijk werd het een graad of 17. En er valt in de avondperiode nog een bui. Komende nacht is het dan droog. De foto van Peter Arends is ook een mooi plaatje. Een lekker groen alles. En het geluid en ook waar je dan ruikt eigenlijk, omdat alles zo lekker fris is. Ja, daar kun je op een foto niet de B doen. Maar over het algemeen, mooi plaatje van Peter. En wil je ook nog een foto opsturen, dan kan een foto @gerritsweerpraat.nl. Vandaag ben we op een plek vlakbij Netterne. Grote vlaktes hebben ze hier. En achter mij staat de mais, die staat al lekker op te komen. Warmte, maar die kan ook alweer wat vocht gebruiken. En verder wordt het hier allemaal energie. We hebben al een zonnepark door en ze zijn met windmolens aan het zetten. Dus het wordt nog wat. Maar het begint onderhand een beetje droog te worden. En we hebben ook echt wel regen nodig, ook in de Achterhoek. En dat zit er ook waarschijnlijk wel aan te komen. Alhoewel het zaterdag nog droog bleef met wolkenvelden en zon. En de wind die matig is uit zuidwestelijke richting, een windkracht 3 tot 4, zal het kwik oplopen naar 24 tot 25 graden. Zondag is het wel ietsjes rustiger, maar in de nacht naar de zondag neemt de kans op een bui al toe. En zondag overdag moeten we er ook rekening mee houden dat het niet geheel droog bleef. Maar de meeste neerslag ligt toch ook wel weer wat meer westelijk van de Achterhoek te vallen. Al met al dus wat minder warm. En regen, buien, die halen we ook na het weekend. Maar de temperatuur komt wat lager uit op 21 tot 22 graden vanaf dinsdag. Al met al, denk hele goede en ook nog best wel groeizame vooruitzichten. Want begin volgende week met die buien erbij. En de warmte die dan later ook nog weer wat meer gaat worden, wordt het toch nog wel weer een groeizame periode. Goed gewoon.